Welkom bij de stadswandeling door Ravenstein. Mijn naam is Jan Geerling. Vandaag ben ik uw gids. Ik wil u bedanken dat u deze audiotour door Ravenstein hebt uitgekozen. Deze audiotour is tot stand gekomen in een samenwerking tussen het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein, de Heemkundekring Land van Ravenstein en website Inzicht. Meer gratis stadswandelingen en audiotours vindt u op website Inzicht. www.microtourisme.nl. Tijdens de wandeling wordt u langs 21 audiopunten geleid. Als het goed is, heeft u ook een plattegrond en een routebeschrijving bij u. Die heeft u nodig om van het ene naar het volgende punt te lopen. Op elk van de audiopunten hoort u wetenswaardigheden over één of meer objecten. Bij het wisselen van een object op één audiopunt hoort u een kort stukje muziek. U kunt er dan voor kiezen om uw muziekspeler even te pauzeren omdat u het betreffende object nog even wat langer wilt bekijken of bijvoorbeeld wilt lezen wat er op een AWB-bordje op de gevel staat. De verplaatsing van één audiopunt naar het volgende audiopunt duurt langer. U hoort dan een wat langer stukje muziek en ik vraag u uw muziekspeler te pauzeren, op de kaart te kijken en naar het volgende punt te lopen. Als u bij het volgende punt bent aangekomen, kunt u uw muziekspeler weer starten. U staat nu bij punt 1, het vertrekpunt in de Sint-Luciastraat 2. U kijkt naar punt 1a, het oude raadhuis, waarin gevestigd zijn het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein en de VVV. Het pand waarin het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein is gevestigd, was tot 2003 in gebruik als raadhuis. Daarvoor was het een notariskantoor. In het begin van de 18e eeuw bestond het nog uit drie middeleeuwse huizen. Johan van Willigen, advocaat-fiscaal van het Land van Ravenstein en het Graafschap Megen, bewoonde aanvankelijk alleen het middelste huis, genaamd de Zwaan. In 1739 voegde hij de huizen samen. Onder het pand zitten nog de oude keldergewelven. Het rechterkelderraam zit te dicht op de hoek. Het pand is daar versmald en de kelder ligt gedeeltelijk onder de straat. Het zijstraatje was zo beter toegankelijk voor paard en wagen. U kijkt nu naar links, naar punt 1b, het voormalige gemeentehuis.